werden dit jaar geleverd door Annette van Schagen uit Egmond Binnen. Mirjam van Lottem uit Valten. En ook door Rick Verbanen uit Braschaat in België. Zo, België. Deborah van der Sleet uit Heemskerk. En René de Bruin uit Nijkerk. Wat denk je van Olga Koekhoven uit Haarlem? En Willemijntje Lijnse uit Berkel en Schot. Carolien Bakker woont in Ursem. En Astrid Groeneveld in Nieuwedijk. Annemiek Halsema, Weeje den Horen. En ook Emily Loonstra uit Krommenie deed mee. Suzanne Masbroek, Neerhoeteren uit België. Hoewel de VARA eigenlijk met Kinderen voor Kinderen wilde stoppen, zijn ze er weer, de jongens en meisjes van ons koor. Met een aantal nieuwe gezichten en 15 nieuwe liedjes. En dat is ook heel logisch als je bedenkt dat van de vorige plaat, nummer 5 dus, meer dan 200.000 exemplaren zijn verkocht. En je weet het, de opbrengst is voor een heel goed doel. Een deel van het geld gaat naar VARA's speelgoedactie. Bovendien had Florrie nog een aantal hele goede ideeën van jullie liggen. Dus daarom zijn we er weer met een nieuwe vorm van Kinderen voor Kinderen. Precies, want jullie hebben natuurlijk al lang door dat wij hier in de studio in Hilversum zitten. En niet in een theater met een zaal en publiek en zo. Voor een paar liedjes zijn we wel weg geweest. Op locatie noemen ze dat. En we waren in een boerderij en in een school, in een ziekenhuis en ook nog naar het strand. Aati, vergeet je niet iets? Oh ja, de kapper en de discotheek, daar waren we ook. Ja. Nee. Aati, zou jij geen boodschappen met Christa gaan doen? Stom. Precies. Ja, ik ben weg. Ja. Ik zie jullie nog. Ja, het is werkelijk altijd hetzelfde. Als ik Aati niet help herinneren, vergeet zij altijd alles. Ik vergeet nooit iets. Waar waren we gebleven? We gaan... Nou, dat we buiten hebben gefilmd. Ja, alsof ik dat niet weet, meisje. We gaan eerst maar eens even in de studio kijken. Ik ben nog niet klaar. Ik heb je anders al een half uur geleden geroepen. Jeetje. Ja, nou, dan ga ik wel alleen. Ah nee, wacht nog even. Ik ben zo klaar. Ja, dat ken ik van jou. Nee, daar had je maar op moeten schieten. Het fijn voor je. Dag hoor. Denk je, dan gaan mijn tips schoenen? Oh, waarom heeft ze altijd zo'n haast? Neem ik een bad of neem ik een douche? Of misschien geen van beide? Nou, Mies of Minoes, of toch maar Liedewijn. Pak ik een t-shirt of toch maar een trui? Ben ik nou moe of lui? Echt waar, het leven is best wel zwaar. Wanneer moet ik de vingerplant zijn water geven? Morgen of vandaag? Geef je die mug een map of moet ik hem laten? Ik weer in bed. Ga ik de Beatles en liedjes van toen? Of zal ik een pepje doen? Echt waar, het leven is best wel zwaar. Wanneer moet ik ook weer de Friese klok op? Volgens het systeem. Waar kan ik de radio, tv, gids vinden? Oh, wat een probleem.
met mij? Hebben ze geen tipschoenen? Hé, hoe moet dat nou? Dat sandalen met harde zool. Nee, het moet echt tipschoenen zijn. Nou ja, kijk maar, mam. Hé, ook dat nog. Kijk de Beatles, die liedjes van toen. Of zal ik een tipje doen? Echt waar, het leven is best wel zwaar. Het is niet te tillen. Echt waar, het leven is best wel zwaar. Kom, kom, valt best mee. Kijk eens, ik heb nog wat tipschoenen voor je gevonden. Hé, schiet eens op onder die douche, ik heb haast. Niet. Ja, niks met zeuren. Je moet gewoon opschieten. Kom op. Wat is dat nou voor drukte? Hou je even stil, ik kan je moeder niet verstaan. Ik zei, wat is dat nou voor drukte? Ja, altijd staat die jongen onder de douche als ik haast heb. Ik krijg er een punthoofd van. En anders is hij überhaupt nooit onder die douche te tremmen, die vogel. Ah. En jij begrijpt dus niet waar dat door komt. En ik zou niet weten wat daaraan te begrijpen is. Echt niet? Nee. Die jongen is verliefd, schat. Gewoon verliefd. Zeggen wat er nu weer moet gebeuren. Maar mijn vader spreekt er tegen, wind je niet zo op, Marie. Als de jongen straks verliefd wordt, was er zich meteen voor drie. Was je handen, poets je tanden. Kijk eens naar die gore randen. Kijk eens naar die gore randen. Zou je niet eens fris gaan douchen? Zou je niet eens fris gaan douchen? En schoet je haren, was je ijs, stinkt naar een oude hond. Jongen, was je is gezond. Cadeautjes zijn wel leuk, maar voor de rest zitten mijn ooms en tantes alleen maar met elkaar te kletsen. Hou je nog een partijtje? Tuurlijk, alleen op een andere dag. Wat ga je allemaal doen? Mogen wij het weer niet horen? Het moet toch een verrassing blijven? Hé, laat mij even met je bal. Wel met mijn bal spelen en intussen geheimtjes hebben met Maaike, hè? Ah, doe niet zo flauw. Heel eventjes maar. Nee. Het is toch helemaal niet leuk als je al weet wat we op mijn partijtje gaan doen? Mag ik dan ook komen? Als ik even met je bal mag. Wanneer is het eigenlijk? En maar wachten en maar vragen. Zoveel nachten, zoveel dagen. Wanneer ben ik jarig, mama? Wanneer ben ik jarig, pap? Zoveel dagen, zoveel nachten. Zoveel spannende gedachten. Kaarten, brieven en visite. Slingerstaart en appelsap. Mama, papa, zeg me toch. Hoeveel nachtjes slapen nog? Nog vier, nog drie, nog twee. Wacht.
nachten Emma vragen, welke jurk zal ik dan dragen? Mag ik in het grote bed dan? En wat krijg ik voor cadeau? Pap, gaan we weer schatten zoeken? Mama, maak je pannenkoeken? En zal oma Utrecht komen en komt oma Almelo? Papa, mama, zeg me toch, hoeveel nachtjes slapen nog? Nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. Ja, 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 hiep, hiep, hoera. Er is er eentje jarig. Hiep, hiep, hoera. En kijk eens hoe ze lacht. Hiep, hiep, hoera. Er geeft er een feestje. Dat is geen wonder, want er wordt er eentje af. Ah, wel te rusten, papa, mama. Wat een prachtig feestprogramma. Wel te rusten, ik ben moe hoor. Volgend jaar doe ik het weer. Gaan we dan met mijn vriendinnen naar? Dat moet ik nog verzinnen. Volgend jaar wil ik het liefste. Wanneer is dat volgend keer? Mama, papa, zeg me toch. Christa,
had die jam als eerste. Ja. Kom op, geef terug die jam. Geef terug die jam. Jij blijft gewoon zitten. Ik moet naar school. Doe dan eens een keertje wat. Ja. Ik wil hem hebben. Nou, hou op. Oh, mam. Ja, het is wel goed. Wacht, mam. Dit is geen leven. Hey, Thijsie. Wil je beter? Hoi, Arjan. Oh, mag je alweer gimmen? Probeer ik. Kijken hoe het gaat. Oh, prima. Oh, alleen dit tijdje trekt nog wat. Is hij groot? Wat? Groot? Ja, wie is hier nou als een blinde darm geopereerd? Wat doe je litteken natuurlijk. Nou, valt best tegen hoor. Laten we eens kijken. Ah, nee, nee. Dat is heel zo niet zoveel voorstellen, hè, Matthijs? Dat alles? Ja. Nou ja, op zich. Die kan overdrijven. Hou je kop, man. Ah, dat is maar een grapje, joh. Hé, hey, hoe was het eigenlijk in het ziekenhuis? Nou, zo leuk is het er niet, hoor. S'nachts een beetje tegen, overdag is het wel fijn. Ik heb heel wat post gekregen, ook van wie nooit aardig zijn. Kaarten deze week al 7 met van harte beterschap. En de klas heeft ook geschreven, kijk maar hier, je lacht je slap. Johan heeft een boef getekend, Pieter een piratenschip. Het bevalt me hier uitstekend, ben helemaal niet sip. Als de dag, ouders jongen. Afscheid nemen en wat eten. Wuiven op de gang. Dag. Hoor je wel eens iemand huilen, maar dat duurt dus nooit zo lang. Toen ze gingen opereren, kwam ik in een vreemde zaal. Mensen in lichtgroene kleren, ernstig allemaal. Ik kwam bij, moest overgeven, daarna ging ik snel vooruit. Later moest ze nog wel even de hechtingen eruit. Grote broeders zijn gekomen en toen was ik de sigaar. Kees en ik zijn meegenomen naar een dokter met een schaar. Met een angstig voorgevoel dat die broeders gingen racen wie het eerste daar zou wezen. En dat scheelt een heleboel. En dat scheelt een boel. Ingrid ligt hier al 4 weken en we hebben reuze gein. Jennifer heeft rare streken, maar die is ook nog zo klein. En ik was vannacht klaar wakker, voelde me alleen. Jennifer, die kleine rakker, merkte dat meteen. Dus die vroeg nog even, slaap je? En daar ging die kleine drol. Heel hard zingen, schaapje, schaapje, heb je mooie wol? Ik moest lachen en ik hoorde dat de zuster nog wat zei. En opeens was het weer ochtend. Hè? Weer een lange nacht voorbij. Hé, hey, Matthijs. Hé, hey, hoe gaat het ermee, joh? Hoi. Hé. Hey. Je zei gisteren dat je waarschijnlijk niet meer zou komen. Nou, proberen. Goed, hé. Hey. En dan kun je zaterdagmiddag ook mee naar de computerclub. Ja, kijk of jullie nog komen bij. Papa, 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 koop je een computer? Papa, 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 ik raak achterop. Zelfs de hele brugklas, de brugklas, die doet er een boel mee. Papa, Einstein's in de dop. Lijkt automatisch knap. Je kan er samen over praten, dus ben je niet zo alleen. Nou ja, die stomme spelletjes,
bijt me best doorheen. Papa, 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 ik wil een computer. Papa, 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 ben verliefd op Bob. En Bob is weer verliefd op zijn computer, dus ik moet er ook een papa of kraak achterop. Steeds nieuwe, je bent er nooit mee klaar. Van basic maak ik me voorlopig niet zo heel erg dik. Op school snapt ons meester het net zo min als ik. Papa, 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 koop toch een computer. Eentje met een disk drive, net zo eens Bob. Jij komt bij me wonen als we rijk zijn, dus wat doet er dat geld toe? Zei je? Nou, ik zei dat Marcia het flink voor je te pakken had, Bob. Ach, zeur niet zo, joh. Wat moet ik nou met meiden? Geef mij mijn voetbal of computer. Flauwer, het is toch hartstikke leuk als iemand jou het aardigst vindt van allemaal? Nou, het gaat wel weer over, hoor. Ik weet hoe ze zijn. Straks is ze weer verliefd op Prince. Zeg, waar spelen jullie morgen eigenlijk jullie voetbalwedstrijd? Ik wou mee kijken. Aanmoedigen langs de zijlijn. Nou, we zullen je hard nodig hebben. We spelen in Rotterdam. Tegen een hartstikke sterke club. Als je mee wil, moet je om 8 uur op het station zijn. 8 uur al? Dan zou je straks mijn ouders horen. Die willen zondagochtend altijd uitslapen. Dat wordt weer... Doe een beetje stil, jongens. Zeg, ik ga, hè. Tot morgen. Tot morgen. Doei. Stil, stil, stil. Stil, maar geen geluid. Zondag, het is lekker vroeg en ik ben opgestaan. De tuin deur zet ik open en de radio gaat aan. Dan schat er door de kamer een tip of toe te schrijf. Dan zing ik allebei mijn longen keihard uit mijn lijf. Maar ja, ik ken mijn vader, die is niet muzikaal. Dus die begint te schreeuwen, hey, wat is dat voor een kabaal? Stil, stil, stil. Het is lekker vroeg, ik stoei wat met de hond. We rennen en we springen en we rollen op de grond. Maar als hij dan gaat blaffen, dan is de boot weer aan. Mijn moeder roept dat we dan maar naar buiten moeten gaan. Maar ja, ik heb een hond, hè, die blaft wanneer hij wil. Die kun je niks verbieden, hé, hey, dat is nou het verschil. Stil, 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 stil maar geen geluid. Maandag, het is veel te vroeg, ik lig nog in mijn bed. Mijn moeder is al wakker, heeft een kopje thee gezet. Ik hoor haar in de keuken met de borden in de weer. De koelkast slaat ze dicht voor de 10 miljoenste keer. Mijn vader staat te douchen, hij zingt het hoogste lied. En ik probeer te slapen, maar echt lekker lig ik niet. Stil, stil, stil. Zo, jongens. Hoppakee. Even de tafel dekken, hè? Ik heb het gisteren al gedaan. Daar heb ik nou geen zin in, hoor. Bah. Kom op, jongens. Het is een werkje van niks. Het is echt zo gebeurd.
Laat mij de borden maar doen. Jij laat toch alles uit je handen vallen. Dat heb je laatst bij de afwas gezien. Begin je daar nou weer over te zeuren? Dat is een jaar geleden. Maar goed hoor, laat mij het vork en de messen maar doen. Want jij snijdt je toch onmiddellijk in je vingers. Oké, het kan wel niet gezellig hoor ik ook. Mark, ga jij maar even naar buiten, papa en Arjen halen. Die zijn met de fiets bezig. Probeer het nog eens. Is het een groot gat? Ja, je kan het gat niet vinden. We hebben het nog niet eens gevonden. Nou, iets gebeurt er niet op. Ik zal even met dat pompje doen. Kijken. Hoe gaat het binnen? Oh ja, we moeten zo eten. Ik ben klaar. Oké. Christa! Hoor je me? Ja. Kom je eten? Hoe oud ben jij nou, Sasje? Weet je best, 8 jaar. Dan wordt het tijd dat je weet dat de messen rechts en de vorken links liggen. Wat eten we? Lekker, schat. Ga maar gauw zitten. Liever zeggen we niks meer. Dag. Ja, dag. Jouw schat ziet er heerlijk uit. Dat dacht ik ook. Zo te zien ben je niet meer verliefd. Wassen is er niet meer bij voor je. Natuurlijk bemoeien die mee, joh. Arjen, wassen is gezond. Vooruit. Hey, jee. Zo. Ja. Hoe was het op school, knul? Oh, goed. Ja, er is een nieuwe jongen bij ons in de klas. Zo, wat leuk. Waar komt hij vandaan? Amsterdam, geloof ik. Amsterdam. Is het een leuke jongen? Hoe heet hij? Rink. Rik, bangerik, valsrik, viezerik. Rik, flik, sik, mik, kik. Rik de Wind, jullie zullen hem niet kennen. Is een echte leuke jongen, eerlijk waar. Ook al moest hij dikwijls vluchten, dikwijls rennen. Want zijn naam verwekte altijd commentaar. Wanneer Rik zich maar vertoonde in het straatje waar hij woonde, riepen al zijn zogenaamde vriendjes, kijk. Daar rikte hij een rukkie, rukkie met zijn kleine pikkie. Of ze brulden met z'n allen tegelijk. Hé, 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 Rik, Rik, stomme Rik. Rik, Rik, trouwe Rik. Rik, Rik, valse Rik. Rik, Rik, Rik. Rik, Rik, bange Rik. Rik, Rik, vieze Rik. Rik, Rik, gemeene Rik. Rik, Rik, Rik. Rik kreeg meer en meer een hekel aan het jennen. Maar zijn ouders zeiden, neem het maar voor lief. Rik, toch jammer zegt dat jullie hem niet kennen. Hield zich in, hij bleef een hele tijd sportief. Maar tenslotte sloeg de stop door en toen ramde die erop voor. En toen was het even helemaal gedaan. Even had hij niks te klagen, maar na 6 of 7 dagen toen begon het weer gewoon voor de baan. Hij is echt een leuke knul van bijna 11. Rik, nou ja, ik kan me beter maar bekennen. Rik, die Rik waar aan het gaat, die ben ik zelf. En ik zou toch echt niet weten of ik Piet zou willen eten. Kees of Karel, kon het pas toch niet bij mij. Laat ze doen en laat ze zingen, er zijn heel wat erge dingen. Ik ben Rik en dat gezang, dat hoort erbij. Alweer een maand, zowat. Hoe heet ze? Het is een hei, Auro. Het betekent goud. Het is een golden retriever. Mag ze een koekje? Ja hoor. Oh, wat ben jij een lieve hond, hè. Oh, wat heb je lekkere zachte oren en een lekkere nette neus, hè. Oh god, wat ben jij een lieve hond. Wat heb jij allemaal bij je? Oh, voor de pony op het veldje en de konijnen van de slager. Zoveel? Nee, ik ga Frank nog even helpen met het voeren. Oh. Dag, Auro. Moet je het best nog zien kijken? Nou, ik zie je nog wel een keer. Hé, hey, waarom heb jij eigenlijk geen hond? Ik ben stapelgek.
schoftieren. Dat is altijd zo geweest. Of het padden zijn of bieren, ik ben weg van ieder beest. Maar ik heb geen witte muizen, ik heb geen hond, geen tamme rat. Zelfs mijn gaafjes moest verhuizen, het asiel kreeg onze kat. Want mijn vader is allergisch, dus er komt geen hond in huis. Als ik mijn liefde kwijt wil, moet het bij een ander thuis. Naar mijn tante voor de hond, naast de mangtante parkiet. En daarnaast een kooi met hamsters, waar ik wekelijks van geniet. Onze melkboer heeft een bok, als gezelschap voor zijn paard. Met opeens een uurtje vrije, is mijn vrije middag waard. Van jaloezie, want hij heeft ook nog konijnen, maar ik heb aan met allergie. Oh, wat een lieve poesje, mag ik hem even vasthouden? Ja hoor. Hoe heet hij? Minou. Oh, wat een schatje zeg. Nou, het zal je maar gebeuren, dat je gek op dieren bent. En bij kennissen moet leuren, met je beesten sentiment. Het is rollen, het is racen, als ik op mijn ronde ben. Maar ik mag er blij om wezen, dat ik zoveel mensen ken. Want mijn vader is allergisch, dus er komt geen hond in huis. Als ik mijn liefde kwijt wil, moet het bij een ander thuis. Naar mijn tante voor de hond, naast de mangtante een parkiet. En daarnaast een kooi met hamsters, waar ik wekelijks van geniet. Onze melkboer heeft een bok, als gezelschap voor zijn paard. Met een beest een uurtje vrijen, is mijn vrije middag waard. Ome Karel doet me niks, maar hij heeft een tamme kraai. En ik geef op zondag spraakles aan zijn roodstaart papegaai. Toch heb ik een eigen beest, dat ik godzijdank nooit zie. Dat is de levensgrote kater van mijn vaders allergie. Sam, je gaat nooit niet meer. Wat is er met jou? Je baalt, hè? Is het uit? Ach nee, met Peter is het niet uit. Je hebt een onvoldoende. Geen onvoldoende dus. Waarom heb ik nu juist van die hopeloos ouderwetse ouders? Weet ik veel. Ik weet niet eens waar je het over hebt. Ach, kun je ook helemaal niet weten. Ik had het gisteren met mijn ouders over onze vakantie. Ik had er zo'n zin in samen met jou te zijn. Nou, kwam ik dus enthousiast met ons plan aanzetten. Hey pa, hey mam, ik heb een reus vakantieidee. Hoezo? Je gaat toch gewoon met ons mee naar de camping? Nee, weet je, je kan zo'n goedkope treinkaart krijgen. En dan wouden we met vier vriendinnen een hele week door het hele land. Daar ben jij veel te jong voor. Oh,
geachte ouders, hierbij bericht ik u dat uw dochter Laura de laatste weken ongeoorloofd de schoen verzuimt. Ik krijg de indruk dat ze met uitvluchten probeert zich te onttrekken aan haar verantwoordelijkheden. U zult begrijpen dat ik het op prijs stel over het een en ander met u van gedachten te wisselen en nodig u daar. Ze kunnen me nog meer vertellen, ik ga niet naar school vandaag. Ik heb geen zin in rekenen, beantwoord ook geen enkele vraag. Ik moet er niet aan denken, al die uren in die stoel. Ik ga lekker niet naar school, omdat ik daar niks voor voel. Ik krijg kramp in mijn hand van het schrijven, kramp in mijn hand van het leren. Kramp in mijn armen zijn ik uit het door de gymnastiek. Ik krijg kramp in mijn hand van het schrijven, kramp in mijn hand van het leren. Kramp in mijn armen zijn ik uit het door de gymnastiek. Vandaag, vandaag, vandaag ben ik maar ziek. Ze kunnen me nog meer vertellen, ik neem vandaag een dagje vrij. Al is die juffrouw nog zo lief, school vind ik net slavernij. Ik moet steeds blijven zitten als ik zin heb om te staan. Ik ga lekker niet naar school, want er is geen doel. Voor mij. Hé, hey Manon, wil jij niet even voor me draaien? De beste lust ik graag, zwaarte nog veel liever. Meisjes kussen doe ik graag, jongens. Er is zo'n droevig gevoel, waar ik de woorden niet voor weet. Ik kan niet zeggen wat het is of hoe het heet. Lijkt een beetje op verdriet, maar echt verdriet is het toch niet. En soms bederft het toch gewoon de hele boel. Ik denk dat niemand echt begrijpt wat ik bedoel. Soms gaan we zomers naar het strand, dat vind ik heerlijk. En het zand prikt aan je benen. En dan sta ik aan de koele waterkant. Ik heb wat schelpen in mijn hand, gewoon wat schelpen. En dan opeens, ik kan het echt niet helpen. Is er dat droevere gevoel, waar ik de woorden niet voor weet? Ik kan niet zeggen wat het is of hoe het heet. Het lijkt een beetje op verdriet, maar echt verdriet is het toch niet. En soms bederft het toch gewoon de hele boel. Ik denk dat niemand echt begrijpt wat ik bedoel. Ik mocht met oma naar de stad en ik had een jas van haar gehad voor mijn verjaardag. En de zon scheen en ik kreeg ook nog patat.
dan is het net alsof de zon nooit heeft geschenen. Er is zo'n droevig gevoel waar ik de woorden niet voor weet. Ik kan niet zeggen wat het is of hoe het heet. Het lijkt een beetje op verdriet, maar echt verdriet is het toch niet. En soms bederft het toch gewoon de hele boel. Ik denk dat niemand echt begrijpt wat ik bedoel. Ach, ik zelf niet eens wat ik bedoel. Arjen, die cijfers van jou zijn veel te laag. Veel te magere sessies, slaat nergens op. Dat kan veel beter met jou en dat wil ik ook graag zien. Begrijp je dat? Ja. Oké. Okay. Dus voortaan meer presteren, want dat zit bij jou er makkelijk in. Je kan gaan. Tot morgen. Ja. Fijn. Jezus, een kou wat die vindt. Met Sinterklaas, dan ben je de baas. Als je maar grote cadeaus hebt gekregen. Zijn je kleren te oud? Nou, dan zit je maar fout. En dat wordt je op school ingegeven. Ga je met vakantie niet ver genoeg weg? Ga je niet verder dan de buren? Dan moet je zoiets voor de rest van het jaar in de klas en in de buurt bezuren. Ik moet sneller verder. En al die opscheppers zouden dan nieuwe dingen moeten verzinnen. Omdat alleen hun grote mond niet meer genoeg is om te winnen. Ik moet sneller verder over. Aarde, lange, mooie, grote, dikke, dunne, witte, best. Sneller verder over. Aarde, lange, mooie, grote, sterker, beter dan de rest. Sneller verder over. Aarde, lange, mooie, grote, dikke, dunne, witte, best. Sneller verder over. Aarde, lange, mooie, beter, beter, beter dan de rest. Vaders hoeven geen turbo meer om mee te kunnen tellen. Een gewone fiets is dan zeker zo mooi als een crossfiets met 17 bellen. Ik wou dat ik in zo'n heel mooi land zonder die gevechten kon leven. Maar voordat het allemaal zover is, doe ik mijn oefeningen nog maar even. Ik moet sneller verder. Kijk hier, dat randje. Ik zie hem niet hoor. Maar als je hem niet wil, hij is echt beter dan de rest. Ik wil hem wel, maar... Wil je ruilen? Dit bloknoot, een puntenslijper voor die pen. Ach, je bent ook echt gek hè. Die pen is veel meer waard. Met het gummetje erbij. Dan nog niet.
Wat een hebberd ben jij, zeg. Een bloknoot, een puntslijper en een gum voor die pen. En ze doet het niet eens. Moet ze toch zeker zelf weten. Ruilen? Mijn best. Kijk eens, welke kleur heeft hij jou nu? Kijk, oranje. Groen. Ruilen? Oké. Naast de telefoon een briefje gelegd met het nummer van Kees en Jan 10. Als er nou gebeld wordt... Dan zeg ik dat jullie ieder ogenblik thuis kunnen komen. Heel goed, schat. En doe de televisie om 9:00 uit en zelf ook niet te laat naar bed, hè? Ja. Edwin, schiet je even op? Ja, ik ben bijna klaar. Ik kom mijn das niet filmen. Ah, fijn. Goed, dat is schat. En zet het ding ook eens even een klein beetje zachter als je wil. Dan hadden de kleintjes natuurlijk van wakker. Oh nee. Arjan is naar huiswerkles. Die is er over een half uur thuis. Oké, veel plezier. Ja. Je bent niet te laat thuis, hoor. Dag, lieverd. Ja. En nou wil ik op weg. Ik wilde net gaan pitten. Ja, ik zag het echt wel zitten. Om eens vroeg naar bed te gaan. Ik had me voorgenomen om er niet meer uit te komen en pas morgen vroeg weer op te staan. Maar goh, wat een pech, mijn ouders moesten weg. Deze avond was ik baas in huis. Een leeg huis is zonde, zoiets doet heel snel de ronde. Als de kat van huis is, danst de muis. Daar kwam de eerste ploeg, dat was nog niet genoeg. De hele klas liep in en uit. Waarschuwde de buren, want we hebben dunne muren. Ja, ze horen altijd elk geluid. De kleine boertje kwam toen heel hard huilend uit zijn bed. Slaap maar te gapen, kom maar niet slapen. Oh, 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 oh. En die hebben we toen met z'n bed maar in de tuin gezet. De tuin sprong om te blussen, want we hadden ondertussen een probleempje met de open haard. Het drumstel naar beneden, hey, die stond daar dicht te kneden voor een supergrote slagroomtaart. En in de keuken was een wedstrijd popjes schieten. Moeders glas en vies, dat ging er aan. De vriezer stond open en de hond was weggelopen. Jimmy, nee, hoe moest dat verder gaan? Het nieuwe tapijt werd een dans.
gelegenheid, vader stereo werd uitgetest. Soms dacht ik wel aan morgen, maar ik maakte me geen zorgen, want de stemming die was opperbest. De kleine broertje kwam toen heel hard huilend uit de tram. Zat maar te gapen, kom maar niet schappen. Oh, 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 en die hebben we met z'n met op zolder neergezet. Ik zal net gaan stoppen, het hele huis was naar de knoppen. Het was al behoorlijk laat. De deur ging zachtjes open en wie kwam daar binnen lopen? Het was mijn moeder in feestgewaad. Ze keek in het rond, zakte langzaam op de grond en ze kreunde wat een vieze keek. Wat een vieze keek. De vader kwam van binnen en hij brulde buiten zinnen. Dat iedereen naar buiten smeet. De schade viel nog tegen, ik heb een flinke straf gekregen en mijn broertje heeft nog lang gehoest. Ik zie hem niet meer zitten, ik denk dat ik ga pitten. Ach, ik hou me maar een tijdje koest. Mensen, kinderen nog aan toe. Wat een puinhoop is het hier. Nou zeg, wat heet. Maar met dat broertje en dat hoesten is het nog meegevallen hoor. Dat was natuurlijk maar een grap. Maar weet je, in Nederland zijn wel 30.000 andere kinderen die het echt minder goed hebben. Net als trouwens de kinderen in Cochabamba in Bolivia. En daar gaat dan ook dit jaar een deel van het geld van Vara Speelgoedactie naartoe. Als jullie het een leuk programma hebben gevonden en jullie willen de liedjes nog eens een keer rustig thuis luisteren, nou, dan kan dat. Heb je er zelf plezier van, koop die plaat en je steunt ook een heel goed doel. En of er ooit een plaat nummer 7 komt, dat hangt eigenlijk van jullie af. Als jullie ons namelijk een briefje sturen voor 10 november. Goed onthouden, voor 10 november. Je schrijft in het briefje wat je voelt en wat je vindt. Nou, wie weet, komt het er dan nog van? Het wordt natuurlijk wel moeilijk, dat beseffen wij ook wel. Want op de vorige platen staan bij elkaar inmiddels wel 90 onderwerpen. Maar goed, doe je best, denk na, voel goed, vind goed en dan zien we wel wat er van komt. Hè? En had jij niet nog iets te melden? Dacht ik? Ik iets te zeggen? Ja. Ja, wat is het nou? Nee, tuurlijk was ik dat niet vergeten. We eindigen, zoals we ieder programma altijd eindigen, met Kinderen voor Kinderen. Slaapt op straat als een kind, niet eens weet wie zijn ouders zijn, dan lijkt een kind zo hulpeloos, zo kwetsbaar en zo klein te zijn.